Hoi allemaal, wij zijn Sanne en Lieke en wij hebben via Jans en Frits een vragen binnengekregen die we speciaal voor jullie gaan beantwoorden. Hier komen ze. Lieke, wat was als kind jouw drijfveer om te gaan turnen? Nou, ik vond het natuurlijk een super mooie sport om te zien, maar toen ik voelde dat ik er met mijn lichaam hetzelfde eigenlijk ook mee kon en dat ik er talent voor had, toen vond ik het wel een hele uitdaging om daar ook voor te gaan. Sanne, hoe gaan jouw voorbereidingen richting Tokio? Nou, deze week is heel erg spannend, want we moeten ons deze week kwalificeren en wij hopen natuurlijk samen in een team te zitten. Dus we hebben jullie support nodig deze week. Lieke, als we het dan halen, wat gaat er dan sowieso in jouw koffer mee naar Tokio? Nou, natuurlijk de mooie glitterende turnpakjes die we daar gaan dragen. Daarnaast neem ik ook altijd de magnesium van mezelf mee voor aan de brug. En een paar pakken havermout om goede energie te hebben. Dus die drie dingen gaan er zeker mee. En welke song ga jij zeker luisteren richting Tokio in het vliegtuig bijvoorbeeld? Nou, dat is sowieso voor ons natuurlijk de Katy Perry song Rise. Want die heeft ons ook heel veel geluk gebracht in Rio. En tot nu toe hebben we eigenlijk nog niet echt eentje gevonden die dat overtreft. Dus mochten jullie nog een tip hebben, stuur hem dan even in. Lieke, heb jij ook rituelen voor zo'n wedstrijd? Zo'n Olympische wedstrijd? Ja, eigenlijk voor een Olympische wedstrijd heb ik dezelfde rituelen als een normale wedstrijd. Daarom is het ook een ritueel, omdat dat elke keer terugkomt. Ik begin vooral de dag met een lekkere warme douche voor mijn lichaam. En ga lekker make-uppen en doe mijn favoriete parfum op. En dan voel ik me helemaal fresh en dan ga ik nog even naar buiten om te wandelen. En nog even een kopje koffie met Sanne te drinken. Dus dat zijn dus dingen die ik zeker altijd doe. Even voorbereidend op Japan. Wat is jouw favoriete eten en drinken in Japan? Oh, nou, drinken vind ik dus best wel moeilijk, maar eten is overduidelijk sushi. Ja, nog wel iets te drinken, toch? Ja, ik drink nu al eigenlijk in voorbereiding op Japan de matcha thee. Die is daar heel bekend en het schijnt ook heel goed te zijn voor je. Dus daar doe ik dan alles voor. En kun je ook al een paar woordjes Japans slikken? Ja, zeker. Ik kan gambate, dat kan jij ook. Dat horen we wel eens in de turnzaal als Japanse turnsters elkaar aanmoedigen. Dat is zet hem op, succes. En arigato gozaimashita, ik hoop dat ik het goed uitspreek, is heel erg bedankt. Dus die twee dingen zitten er al in. Nou, we willen jullie ook heel erg bedanken voor alle support door de jaren heen. En we hopen dat jullie ons ook richting Tokio nog gaan volgen. En dan zien we jullie vast hopelijk weer snel een keer op een toernooi of op een show of wat dan ook. Arigato gozaimashita. Dankjewel, doei.